Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ja, naast mij Gert-Jan Kasten, trainer van SV Urk. Gert-Jan, bijna aan het einde van deze trainingsweek sponsorreis. In het begin was je nogal sceptisch ten opzichte van deze reis. Hoe sta je er nu tegenover, nu we bijna aan het einde zijn? Nou, ik was eigenlijk gewoon heel negatief. Maar dat heeft te maken met dat heel veel ploegen dan in januari gingen. En dan donderdag, vrijdag terugkeren en op zaterdag gelijk een wedstrijd gaan spelen voor de competitie. Dat kan in mijn ogen niet. Dus ik bij mijn eerste gesprek met Urk zei ik al gelijk van ja, zo'n trainingskamp met buitenland, dat gaat niet gebeuren waar ik bij ben. Nou ja, toen werd mij al wel gelijk duidelijk gemaakt, daar komen we niet uit. Want we gaan gewoon, met of zonder de trainer. En ik moet zeggen, door de omstandigheden hier, door de coronaregels die strenger zijn in Nederland dan hier, hebben we eigenlijk een schitterende ervaring, een prachtweek met mooie omstandigheden. Met maandag en dinsdag wat meer de sport en woensdag, donderdag wat meer entertainment als onderdelen. Maar ja, per saldo, schitterende ervaring. Een schitterende ervaring. En als je nou terugkijkt, wat heeft het voor jouw selectie opgeleverd en de trainingstaf? Nou, als ik op basis van de laatste avond misschien wat hoofdpijn nu her en der. Maar nee, als je kijkt naar teambuilding, als je kijkt naar hoe de club Urk dat aanpakt. Hè, met niet alleen met een elftal gaan en stafleden, maar ook met sponsoren. Urk TV, jullie zijn mee. Als je kijkt naar de organisatie, dan ja, weet je, dat is niet alleen voor de ploeg goed. Want het is altijd leuk om dingen samen te doen. En zeker bij Urk is dat heel belangrijk. Want dat geven ze ook aan, hè, dat corona vinden ze binnen de selectie best wel lastig. Omdat wij natuurlijk door het beleid met eigen jongens echt een vriendenploeg zijn. Maar ja, dat is dan is zo'n week als dit is natuurlijk heerlijk. Dat ze even wel gewoon naar de horeca kunnen, wel uit eten kunnen, wel een biertje kunnen drinken met elkaar. Wel een wedstrijdje gespeeld, wel een trainingje gedaan. En die ene training en dat ene uurtje oefenen, dat gaat echt het verschil allemaal niet maken. Maar het is gewoon wel, je merkt gewoon dat ze het wel weer heel erg waarderen. Dat ze tussen haakjes een soort van normale week met elkaar hebben. En ik moet zeggen, de interactie met de sponsoren is dan ook nog eens heel aangenaam. Ja. Nu even, het is nou een maand geleden ongeveer, misschien iets langer, dat je contract hebt verlengd bij SV Urk. Na 2 jaar en toch wel heel bijzondere jaren. Toen zei jij van ja, als je wint en je hebt natuurlijk een heel goed eerste seizoenshelft gedraaid, prestatief gezien. Dan zei je van ja, dan mag je altijd blijven, maar altijd 2 partijen. En als een trainer blijft, dan zijn er 2 facetten in mijn beleving. Op de eerste plaats is dat hij voelt zich thuis bij de club. Hoe is dat nu? Want in het begin hebben jullie aan elkaar moeten wennen. Hoe is dat nu? Dat is eigenlijk altijd zo. Hè? Je moet altijd wennen als je naar een nieuwe club gaat. Bij mij is het meestal wel zo. Eigenlijk bij alle clubs waar ik wel geweest ben, dat ze zeggen, nou ja, het duurt eigenlijk wel een half jaar voordat ze aan me gewend zijn. Dus dat zal wel bij de gebruiksaanwijzing van GEK horen. Heeft dat te maken met toch jouw af en toe wat cynische benadering van de omgeving? Nou ja, dat kan. Maar in ieder geval mijn directe benadering. En dan gekoppeld aan een beetje cynische humor wil het nog wel eens confronterend overkomen. Aan de andere kant is het ook weer een soort instrument om ludiek en wat luchtiger, toch wat kritischer te zijn op zijn tijd. En weet je, uiteindelijk, in het begin was het inderdaad een beetje wennen, maar we begonnen natuurlijk ook met corona samen. Dus we konden eigenlijk, toen ik startte als trainer, met goed verzoek, eigenlijk in het begin niet zoveel uitrichten. Lang verhaal kort. We hebben een hartstikke mooie groep. We hebben een aantal jeugdige talenten die eraan zitten te komen. Ik had 3 opdrachten. Probeer aanvallend voetbal te spelen. Nou, dat doen we volgens mij. Dat ben jij vaak getuige van. Probeer resultaten te boeken zodat je richting het linker rijtje gaat. Nou, daar staan we. Meer dan zelfs. En verjongen van de selectie voor de toekomst. Nou, daar zijn we ook van lieverlee zijn we daar zo heel stiekem aan toch mee bezig nu. En dan, ja, je noemde het zelf al even over ten opzichte van je eigen stijl van leiding geven. Maar het is ook een prestatie. Als je bijtekent, dan zie je potentie in de mogelijkheden naar de toekomst toe. Hè? Want anders zeg je van, ik heb nu mijn top bereikt. Die potentie, want de selectie van volgend jaar, hè, volgens mijn informatie in ieder geval 2 mensen die gaan stoppen. En er zijn nog een stuk of 2, 3 die er over nadenken, wel of niet doorgaan. Dus die selectie zal er anders uitzien. Zie je toch mogelijkheden dat je op dezelfde voet verder kunt gaan in de prestaties?
Nou ja, sterker nog, ondanks dat wij zo hoog staan, en dat hebben wij volgens mij in de interviews ook wel eens een paar keer over gehad, ben ik eigenlijk helemaal niet zo uitgesproken euforisch tevreden over ons spel nog. Want ik denk dat we echt veel beter voetbal nog kunnen gaan spelen. Ook omdat we jongere jongens in het elftal aan het inpassen zijn, die nog een groei laten zien. Pak even een Iden Nentje en een Johannes Schrijver, die zijn natuurlijk hartstikke jong. Die doen het al hartstikke goed, maar er zit nog heel veel rek in. Er komen een aantal talenten bij. Kijk, er gaan er een paar stoppen, maar er komen ook jongens door. Waarvan ik denk dat ze talent en het niveau wel hebben. Maar waarvan ze fysiek qua inhoud en qua ervaring het vak nog moeten leren, zeg maar. Dus ja, ik zie veel potentie. Het allerbelangrijkste, en dat is de derde component. Je tekent bij vanwege resultaten, vanwege de goede samenwerking. Vanwege het feit dat je naar je zin hebt bij een club. Vanwege potentie in de selectie waar jij naar vraagt. Maar in dit geval teken je ook nog eens bij uit een stukje loyaliteit richting de vereniging. Op het moment dat ze in de corona een werknemer op deze manier behandelen. Dan spreekt er zoveel waardering uit, dan moet je ook andersom denken. Nou, dat is een compliment naar de vereniging in zijn totaliteit. En je ziet dus duidelijk potentie ook met de jeugd die eraan komt. Maar daar zijn natuurlijk ook wat stakeholders die mogelijkerwijs gaan stoppen. En ja, dat is dan iets wat in de toekomst geschreven staat van wie gaan dat allemaal overnemen. Ja, maar je ziet dat bij elk elftal. Een elftal bestaat niet 100 jaar. Nee, je hebt gewoon op een gegeven moment mijn technische staf, die bestaat bijna compleet uit spelers van Urk uit 2000. Ja, die zijn ook ooit gestopt en er zijn weer anderen voor teruggekomen. Dus ja, daar lig ik nooit zo wakker van. Sterker nog, aan het begin van het seizoen maak je een basisopstelling. En stond Johannes Schrijver wissel. En als Johannes Schrijver nu niet meedoet, dan komt de hele wereld bij me. Waarom speelt hij niet? Ja. Dus om een voorbeeld te geven. Iden Nentjes was eigenlijk een middenvelder. Die werd in de voorbereiding een paar keer als rechtsback in een experimentje gebruikt. En het was misschien wel een van de revelaties van dit seizoen. Ja. Dus, en zo kan ik doorgaan. En dat is het mooie van Urk, vind ik. Want door de jaren heen hebben ze altijd weer dat soort jongens. En waar ze vandaan komen, ik snap het allemaal niet. Maar er is altijd talent. Ja, je noemde Iden Nentjes een typisch voorbeeld van een hele moderne wingback. Zeg ik altijd op zijn leeftijd. Dan even naar de toekomst toe. Ja, je staat nu gedeeld eerste eigenlijk. Je staat eerste met Genemuiden. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, Eemdijk en wij staan eerste. En Genemuiden moet de inhaalwedstrijd winnen. Dan kijken we even naar het komend half jaar. Want ja, we hebben het er wel eens over gehad. In mijn beleving met deze spelersgroep die veel ervaring heeft, rijp is. Wat jonge jongens die meegenomen worden. Ja, bij de eerste, jij zegt altijd linker rijtje vind ik goed. Heb je intussen je doelstelling toch een beetje bijgesteld? Dat je met me meegaat zeggen van nou, de eerste drie is toch ook wel een goede uitdaging. Ja, jij weet dat je dat niet aan mij mag vragen van mij. Maar ja, jij gaat over je eigen vragen natuurlijk. Ja, kijk. Lang verhaal kort, ik vind gewoon als wij goed presteren, dan zitten we in het linkerrijtje. Dan heb je vervolgens een aantal momenten geluk of pech in het leven. En dat bepaalt dan of je wat hoger komt. Nou, we hebben een aantal wedstrijden gehad. Laat ik vooropstellen dat alle punten die we hebben, die hebben we echt verdiend. Want we zijn eigenlijk in alle wedstrijden bovenliggende partij geweest. Zwift Amsterdam uit, vond ik de tegenstander ook heel erg goed. Berkum en NSC Nijkerk waren in de uitvoering misschien wat mindere wedstrijden, twee keer gelijk spel, maar werden ook twee keer zuivere goals afgekeurd. En dat wil ik dus aangeven met als je kampioen wordt, moet je ook een beetje dat soort factoren net even aan jouw kant hebben. Dus dat kun je eigenlijk nu nog niet zeggen. Maar zoals de wereld er nu uitziet, als we fit blijven en als we kunnen voortborduren op de eerste seizoenshelft, ja, dan ontkom ik er niet aan om toch stiekem te denken dat PD er wel in zit nu. En dan gaan we dus heel voorzichtig van mijn linkerrijtje naar jouw eerste drie gaan we in ieder geval naar de eerste vijf. En als je daar ergens in de buurt bent, dan speel je 9 van de 10 keer na competitie bij de eerste vier. Ja, en ik kijk altijd naar plek 5 op de ranglijst op dit moment. En dat gat is 9 punten. We zullen ze niet allemaal gaan winnen, maar onder ons ook niet. Dus gevoelsmatig zeg ik, maar je weet ook niet hoe het nu verder gespeeld gaat worden door de regelgeving. Maar als het normaal uitgespeeld wordt, zeg ik dat we misschien de doelstelling nu in ieder geval bij de PD plaatsen moeten gaan zetten. Nou, dan komen we aardig dicht bij elkaar uit Gert-Jan en dat is een mooi slot van dit moment. En ook ja, in ieder geval een mooi slot van deze prachtige week, want daar kunnen we samen wel concluderen. Ja, ik wil er even gebruik van maken. Kijk, dit kost natuurlijk ook allemaal links en rechts best wel wat om even met 110 man vanaf Urk af te reizen. Dus ik denk dat het bestuur en de BCU
een groot compliment verdienen. Hè? Dat ze dit mogelijk maken. Want wij als A-selectie zijn eigenlijk maar te gast op hun feestje, zeg ik altijd een beetje. Maar het is echt perfect geregeld. En dan is het misschien ook wel aardig om dat trainingskamp nog even bij in het zonnetje te zetten. Die huur je in, dus je verwacht er ook wat van. Maar je kunt het organiseren en je kunt het zo organiseren. En ik kan met de beste wil van de wereld in de organisatie niks verzinnen wat niet perfect geregeld was deze week. En dat maakt zo'n week dan ook een succes, los van het mooie weer. Enige minpuntje is misschien het veld, het harde veld waar we op moesten trainen, spelen. Dat heeft niemand in de hand. Je zit met beschikbaarheid van accommodaties. Maar voor de rest echt complimenten aan zowel de club als aan de organisatie van trainingskamp. Een mooi slot, Gert-Jan. Dank je wel. En in ieder geval succes. Hopelijk met een snel hervatting van de competitie. Want de geruchten gaan dat sport weer gaat openen. Dus wat dat betreft ziet dat er goed uit. En succes in de komende half jaar van de competitie. En mogelijk met wat PD-wedstrijden. Dan hebben we weer een slagroom op de taart. Dank je wel. Zo is het. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today.